We zijn in het Noord-Hollandse Leinde, waar de kerstverse ADO Den Haag-speler Wilfried Kanon zich een mooi clubkostuum gaat laten aanmeten. Look at the mirror. Even kijken natuurlijk in de spiegel. Het lijkt mij een beetje ruim. Bij voetballers is het grootste probleem dat jas en broekmaat enorm verschil kunnen zijn. Want die sporters hebben allemaal gewoon zware bovenbenen. En dan betekent dat als hij nou ook diezelfde maat zou krijgen in zijn broek, krijgt hij hem überhaupt niet eens dicht. Dus daar gaan we altijd, zit daar redelijk veel maatverschil in. Dat gaan we nu proberen. Vaak kunnen wij niet zien of dit past of niet past. Dat is een gevoelskwestie. En ik denk dat hij dit als gevoelskwestie fijner vindt. Maar dat hij toch nog wat slimmer fit wil hebben. En dan gaan we dus dit iets innemen, tailleren. Ja. En uiteraard, zijn mouwen worden dan ook weer iets langer. Want hij heeft dus gewoon extra lange mouwen. Hoe doe je dat dan? Maak je er gewoon een stukje aan? We kunnen hem altijd langer maken. Ik zal je dadelijk even laten zien hoe we dat doen. We hebben hier twee dames zitten die dat ter plaatse kunnen doen. En dan kun je dat laten zien hoe we dat verwerken. We hebben voor ADO Den Haag, die hebben een speciaal overhemd uitgekozen. Dus in principe krijgen de spelers zeg maar twee overhemden. Dat hebben we dus een aantal extra laten maken. Die liggen hier op voorraad. Dus als er een nieuwe komt, dan hopen we dat de maten goed zijn. En dan kunnen we ze zo direct leveren. Want één overhemd, dat kan je absoluut niet maken. Eén pak wel, maar één overhemd is onmogelijk. Dus daar gaan we echt op gokken dat we de goede maten nog voor de rest van het seizoen hebben. Frank, waar zijn we nu? We zijn nu op de verandafdeling. Wat je net hebt gezien, we hebben de maten genomen van de mensen. Dan gaan we naar de dames toe. Dan geven we aan wat er veranderd moet worden. En de dames gaan dat voor ons dus veranderen. En dan moet het wel bij ADO Den Haag moet er dus een borduring. Dan gaat het naar de borduurder, komt het terug en dan leveren we het af bij ADO Den Haag. Maar is dit dan echt een atelier? Want jij noemt het vermaakgedeelte. Ja. Maar dat kunnen we ook wel als een atelier zien, zo? Ja, we hebben twee dames hier zitten normaal en die vermaken dus voor ons. Dus alle kleding die hier komt, daar worden ook bij een aantal bedrijven, daar moeten logos op gezet worden. Dat zetten we ook hier op. Voilà, c'est tout. Je suis bien jolie. Volgens mij is hij hartstikke tevreden, denk ik. Ja, en dus kunt u Wilfried Kanon binnenkort in een prachtig ADO Den Haag clubkostuum zien rondlopen.